John, heb jij kunnen genieten van je team vandaag? 45 minuten. Eerste helft niet. Eerste helft vond ik heel vlak van ons, maar ook van Groningen. We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden hier. Omdat Groningen uit normaal gesproken altijd lastig is. Zolang als ik voetbal is dat namelijk al zo. Dat zal ook altijd blijven. Zeker nadat ze de laatste wedstrijd natuurlijk van Ajax hadden gewonnen. Maar als ik dan de eerste helft van ons zie, dan vond ik dat heel vlak. We hebben een goede kans gehad van Simon. Nou, het probleem bij ons is inmiddels wel bekend. Het benutten van kansen. Nou, ook die ging er niet in. In de tweede helft heb ik wel genoten, want ja, dan heb ik wel een elftal gezien wat goed speelt, wat flair heeft, wat durft, wat diepgang bespeelt, individuele acties, creëren van kansen, benutten. Maar ja, het zat ook weer niet mee. Een goede kopbal van Sande, die eigenlijk al telt. Volgens mij was ik aan het juichen. Je komt in één keer weer Sergio Pat voorbij die met een alles of niets redding. En dat is wat ik bedoel, het zat niet mee. Een goal die terecht overigens hoorde ik. Wordt afgekeurd van buitenspel, wel of niet. Het duurde lang, dan krijg je toch een beetje hoop. Van nou, het zal toch niet zo zijn dat hij wel... dat is wat we, wat het een beetje aan ontbreekt. Aan de andere kant maak ik me daar niet zo zorgen om. Omdat ik vind dat we zeker de tweede helft weer prima voor de dag zijn gekomen in, wat ik zeg, een lastige uitwedstrijd. Ja, vroeger zou je zeggen een halve meter buitenspel. Nu was het millimeterwerk bij de goal van Moussa Silla. Maar ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat je, dat je goed doet. Dat je ziet dat zo'n jongen tegen PEC Zwolle in het oefenen wel, grofweg een week geleden al zo leuk deed. En vandaag ook weer daar op de juiste plek staat. Ja, maar kijk, Moussa is gewoon echt een spits. Dat is een spits die loert op dit soort kansen. En ja, hij krijgt één kans en eigenlijk schiet hij hem binnen. Het buitenspel was voor Django, het was niet voor, want Moussa stond geen buitenspel. Maar ja, dat zijn wel kwaliteiten van spelers die we gelukkig nu erbij hebben. En ja, als je dan optelt met een debutant, wat hij is, maar zeker ook een debutant met Tijmen. Ja, dat zijn ook wel weer mooie dingen waar je dan toch ook weer, daar word ik wel weer vrolijk van. Want we hebben toch weer twee jongens kunnen inbrengen die hun debuut maken. Je geeft niks weg, hè? Daar word je ook vrolijk van. We creëren kansen, maar we scoren niet. En daar word ik niet vrolijk van, klaar. Nee. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad wel heel frustrerend is. Van als je nu kijkt hoeveel wedstrijden jullie echt wel de complimenten krijgen over de kansen die jullie creëren, maar dat het nog niet genoeg is om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Dat klopt, alleen wat ik zeg, frustratie is een groot woord, want er komt altijd zo over als je helemaal niet tevreden bent, maar mijn niet-tevredenheid, mijn ontevredenheid, dat zit met name in het feit van zo'n eerste helft, omdat... Wat ik zeg, wij moeten echt veel meer bewust worden van de kwaliteiten die we hebben, wat we laten zien in de tweede helft. En waarom moeten wij 45 minuten wachten? We zitten om 8:30 vanochtend aan tafel, we gaan een ontbijtje, we stappen in de bus naar Groningen, we hebben een sportmaaltijd met rusten. Dus we zijn de hele dag onderweg en dan begin je zo aan de wedstrijd. En dat is wel, nogmaals geen frustratie, maar dat zit wel, dat ik denk van waarom moeten wij nu weer in de rust dingen weer aangeven, herhalen? Voordat ze dat uiteindelijk in de tweede helft dan weer wel gaan doen. En die stap, en dat is ook niet meer dan een stap, die kunnen we als team zeker nog maken. En wij als staf met hun, dus, want je doet het altijd met elkaar. Ja.